We zijn in Finland op culinaire trip. En we hebben vanochtend de fabriek bezocht waar Knorr Professional de fonds maakt waar jij aan mee hebt gewerkt. Kan je vertellen hoe je het hebt ervaren? Ja, het was een fantastische trip, Bianca. En uh, ik denk dat het ook heel goed is, uh, is te zien dat we met, uh, met de passie zijn om te laten zien. Wat, uh, ...wat Unilever met de Knorr Professional lijn op de markt heeft gezet aan het begin van dit jaar, 2013. En het mooie van deze producten is dat we dit met de chefs hebben gecreëerd. En met de chefs bedoel ik uh, ikzelf, maar daarna zijn we ook uh, goed vertegenwoordigd met drie Belgische chefs. Niet de minste, Yves Martagne, Peter Goossens en Wouw uh, en, en natuurlijk in Frankrijk hebben we ook twee chefs rondlopen. Bruno Auger en sinds vorig jaar ook uh, Frederic uh, Simonet uit uh, Parijs. Wat we hebben gedaan is, van alle chefs hebben we eigenlijk de recepturen op elkaar gelegd. Van jongens, hoe zouden jullie een schaaldier volmaken? Hoe zouden jullie een, een kalles volmaken? Hoe zouden jullie een gevoogd uh, volmaken? Dus de ambachtelijkheid van de chefs, die recepturen zijn op elkaar gelegd. En dan zijn ze uiteindelijk mee naar Finland gegaan, waar we vanmorgen inderdaad geweest zijn, bij die fabriek. En die zijn dat op een artisanale, ambachtelijke manier, zijn ze met onze recepten aan de slag gegaan. Ze dus zijn overeenkomsten gaan zoeken uh, tussen de Belgische en de Nederlandse en de Franse chefs. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En dan moet je je voorstellen dat daar, een, uh, daar komt een product uit. En dan komen ze dan weer uh, naar de chef toe uh, met zwarte, uh, zwarte verpakkingen. En, en dan, gaan we, dan gaan we proeven. Maar we gaan niet alleen proeven, we gaan kijken hoe, hoe de binding is, hoe de kleur is, hoe de geur koud is, hoe de geur bij 50 graden is en hoe de geur uiteindelijk is als, als iets kookt. Uh, maar de smaak is natuurlijk het allerbelangrijkste. Nou. Op dat moment dat we dat doen, vullen we weer met z'n allen, individueel van elkaar, de chefs, formulieren in. Die worden ook weer op elkaar gelegd en er worden overeenkomsten gezocht, uh, positief, negatief. En dan zijn ze weer mee naar Finland gegaan. Nou, dat heeft drie keer plaatsgevonden. En ja, daar is uiteindelijk een, een prachtige vond uitgekomen waar we als chef... En dat is uiteindelijk de kracht die we met, uh, met de chefs hebben uh, en wat we naar buiten willen brengen met de, spullen van, met de ingrediënten van Knol Professional... Uh, ...is dat je erachter kunt staan op een moment dat je van A tot Z er ook bij uh, bent betrokken. We weten waar we over praten en we hebben gewoon een hele duidelijke boodschap naar collega's... ...om te laten zien, jongens, dit kun je ermee. En, en dat is de insteek van, uh, van de chefs. En het is fantastisch om te zien, uh, zeker vanmorgen bij de fabriek, hoe kort de lijnen eigenlijk waren. En uh, het is visueel hebben we gewoon kunnen zien dat de botten worden gewoon werkelijk gepinceerd. Dat, dat is een vakterm, dus uh, gebruneerd in de oven... Op 300 graden, gedurende 40 minuten. Uiteindelijk uh, worden de platen waar de botten op liggen met tomatenpuree uh, ontzuurd. Die wordt op die hete platen ontzuurd. Dat gaat dan in die ketel. Natuurlijk een heel ander proces dan wij chefs in de keuken hebben. Met een klein keteltje waar we 80 liter, uh, hier uit mijn hoofd ging 20.000 liter. Uh, en, en er komt nog een nieuwe ketel naast van 25.000 liter. Maar er wordt wel een fond uh, getrokken op de manier zoals wij het ook zouden doen. 16 uur laten trekken, boeketten bij, celderij, wortel, uien, specerijen erbij. Ja, en we hebben gewoon een fantastisch resultaat. Nou, uh, is het zo dat uh, heel veel koks zeggen ja, maar ik doe het liever zelf. Wat zou nou een reden kunnen zijn om toch die fonds te gebruiken? Ja, nou goed, ik ben een van de koks die dat inderdaad uh, ook zegt. Je moet je wel realiseren. Ik ben nu in Finland, maar in mijn keuken in Chableu staan nu gewoon twaalf jongens keihard uh, te werken. We hebben natuurlijk ook een, een bepaald clientele uh, wat spendeert. En, en die ook wel uh, verwacht dat je inderdaad alles op een ambachtelijke manier uh, maakt. Deze lijn, de Knor Professional lijn die we hebben uh, geïntroduceerd met, met Unilever Food Solution, is echt bedoeld... Uh, ja, middensegment vind ik een rotwoord, maar het is wel voor het segment onder de top... Uh, ...die hier perfect mee aan de slag gaan. Om um, de volgende reden, uh, efficiëntie. Uh, je, je moet denken aan je kost. Uh, een brasserie of een café of, of, of een restaurant... ...die heeft ook een bepaalde verkoopprijs. Dus je inkoop die moet daar, daarin tegen uh, kloppen. Die staan qua bezetting met een team, vaak maar met twee of drie koks. Je bent gek om op dat moment te zeggen... ...ik ga zelf mijn jus of mijn fonds of mijn sausen uh, produceren... En daarna is een stukje opslag. Vaak zijn die keukens zo klein. Een kookketel is, is vaak al ondenkbaar. Dus er staan van die grote mamieten op de kachel die eigenlijk alles in, in beslag nemen. En daarna nog je opslag op het moment dat je iets gemaakt hebt. Ja, dan moet je het kunnen bewaren in je vriezer. Dus die ruimte moet je ook hebben. Ik denk dat we uiteindelijk gewoon heel realistisch met elkaar moeten zijn om te zeggen van. Dit is een basis. En of het nu de Frontline is, of het is de schuurlijn... lijn of, of de Demi-Glaslijn die, uh, die geïntroduceerd gaat worden, zie het als een basis. D dat werk wordt gedaan, bijvoorbeeld in de fabriek hier in, uh, in, uh, in Finland. Dat gedeelte valt weg uit je keuken en dat zorgt voor zoveel rust uiteindelijk om je creativiteit nog meer door te vertalen uiteindelijk in, in je keuken naar de gasten, naar de gasten, naar de consument die jou als, ga, als gast uh, arriveert in jouw restaurant. Het is kwaliteit, het is absolute kwaliteit en de, en de boodschap uh, voor de chefs van Nederland, de Erik van Loo is er dit jaar ook bijgekomen, maar ook van de Belgische chefs en van de Franse chefs is om, te om heel duidelijk te laten zien, jongens dat kun je ermee? Dat is onze taak om te laten zien welke creativiteit en innovatie je allemaal met deze producten kunt. En een hele duidelijke boodschap is: geef je eigen signatuur aan alles. Het is een basis en het is een basisingrediënt die liquide is. Tuurlijk kun je die zo rechtstreeks uit het pak verwarmen en ergens bij scheppen. maar geef daar je eigen draai aan. Zorg dat het eigen wordt, eigen signatuur. En ja, goed, we hebben vanmiddag een kooksessie met z'n allen hier gedaan, we hebben eigen jammed met z'n allen, maar we hebben wel in een uur laten zien. Hoeveel afleidingen je eigenlijk... We zijn die met vijf chefs aan de slag gaan. Ik weet zeker dat er meer dan 20, 25 verschillende sausen nu liggen. Maar mm -hmm. eigenlijk vier, vijf basisproducten. Ja. En ja, en zo moet het zijn. Het is een basis. Eigen draai eraan geven. Maar dat is eigenlijk ja. altijd zo geweest met koken. En dat doen alle chefs ook met de gerechten die wij uiteindelijk creëren. Ja. Alles is praktisch gedaan. Mm -hmm. En we, we werken allemaal wel met dezelfde producten. De seizoenen, de ingrediënten. Maar met ingrediënten doen we het wel. Met vis, vlees, groentes. Geef een eigen draai aan alles. Of een eigen bereidingstechniek. Nou, en dan moet je ook met je saus doen. En dat er nou een basis is die ontzettend goed is. Wat voor pak zit in een literpak. Ja.